Welkom. We gaan vandaag kijken naar de werking van de loodaccu. Dit is een schematische voorstelling van de accu. Twee loden staven geplaatst in een bad van een zwavelzuuroplossing, dat ook accuzuur wordt genoemd. En een van die loden staven is nog bedekt met een laagje lood-4-oxide. Nou, welke reactie treedt u nu op? De sterkste oxidator reageert met de sterkste reductor. Dus als we gaan inventariseren, we gaan op zoek naar de sterkste oxidator. Dan vinden we die terug in ons BINAS bij plus 1,69. Het lood 4 oxide met 4H plus en SO4 2 min wordt omgezet tot lood 2 sulfaat. En ja, als je goed kijkt naar het loodgedeelte, naar het loodion, dan zie je dat het loodion is dat wordt omgezet van 4 plus naar 2 plus. Dus die neemt die 2 elektronen op. Deze twee O2 minnetjes die in het zout zitten, die gaat samen met 4H plus, het is eigenlijk een zuurbasereactie, water vormen. En het lood 2 plus dat hier gevormd wordt uit lood 4 plus slaat neer met een sulfaatjon dat in dat accuzuur aanwezig is. Nou, dit is het verhaal van de oxidator. Hoe zit het met de reductor? De sterkste reductor van het gezelschap is lood met een sulfaatjon. Vind je terug in je BINAS bij min 0,36. En dan wordt daar lood 2 sulfaat gevormd. En eigenlijk is dus het lood dat wordt omgezet tot lood 2 plus, is hier de reductor. En deze twee elektronen zijn afkomstig van dit lood. En dan ontstaat er weer een neerslagreactie. Dan wordt hier dus lood sulfaat gevormd. Daar getekend. En die elektronen die gaan dan op weg naar de oxidator. Dit is de plek waar de elektronen de batterij of de accu verlaten. Dat betekent dat dit dus hier een minpol is. Dat is de andere kant de pluspol. En die elektronen gaan dus op zoek naar de oxidator. Naar het lood 4 oxide. Nou, laten we even uitgaan dat het dit gedeelte is. Zijn er 4H plusjes en een sulfaatje nog voor nodig. Teken ik ze even. En dan ontstaat daar het lood 2 sulfaat. Daar getekend. Opmerkelijk is dus dat zowel daar als daar lood 2 sulfaat ontstaat. Het loodoxide raakt hier op. En een deel van het lood wordt hier omgezet tot lood 2 sulfaat. En ook verdwijnt er hier zwavelzuur. De hoeveelheid zwavelzuur neemt af tijdens het werken van zo'n accu. En uiteindelijk krijg ik hier dus een dikke laag lood 2 sulfaat, krijg ik daar een dikke laag lood 2 sulfaat. Dan komt het er als volgt uit te zien. Nou, dit is heel schematisch een tekening van een uitgeputte loodaccu. Aan beide kanten is dus die dikke laag lood 2 sulfaat gevormd. Ik heb hier zelfs geen zwavelzuuroplossing meer getekend. De twee halfreacties die we hadden, zet ik er nog wel even onder. Ja, je weet, een accu kun je opladen om hem daarna weer her te gebruiken. En wat er gebeurt als je een accu oplaadt, is je brengt een externe stroombron aan die ervoor zorgt dat deze halfreactie en die halfreactie omgekeerd plaatsvinden. Dus dan kun je gewoon dit opschrijven. Lood 2 sulfaat plus 2 elektronen, pijltje, geeft lood plus sulfaatjonen. Zoals ik het hier gedaan heb en deze heb ik nu ook omgedraaid, ga ik die externe stroombron er snel bij zetten. De stroombron wordt zo gekoppeld dat de minpol van die externe stroombron gekoppeld wordt aan de minpol van de loodaccu. Uit deze stroombron komen elektronen uit deze minpol. En die gaan op zoek naar de sterkste oxidator en dat is in dit geval het lood 2 sulfaat. Het lood 2 sulfaat wordt daarbij omgezet in vast lood. En een sulfaatjon gaat in oplossing. Dus op die wijze wordt het lood 2 sulfaat hier omgezet tot vast lood en sulfaatjonen. Aan de andere kant reageert het lood sulfaat, het lood 2 sulfaat, tot lood 4 oxide. Het lood 2 sulfaat dat hier zit wordt omgezet tot lood 4 oxide. En daarbij gaan 4H plusjes en een sulfaatjon in oplossing. En je ziet dat hier dus weer mijn accuzuur terugkomt. Hier komt weer mijn zwavelzuuroplossing terug. En
Ja, hier wordt het lood-2-sulfaat afgebroken tot lood-4-oxide. Dus hier ontstaat weer een dikke laag lood-4-oxide. En hier ontstaat dus weer gewoon een hele lode staaf. En uiteindelijk krijg ik dus mijn oorspronkelijke situatie weer terug. En zo ziet hij er dan uit. En dan kan ik het spel weer opnieuw beginnen. Ik kan mijn accu weer hergebruiken. Oké, dit was hem. Bedankt.